heel benieuwd. Laat maar even binnen. Handje ben. Een handje geven. Hoi. Handje. Even een handje geven. Ja, een handje vasthouden. Hey Lau, je zou je afvragen waarom we hier zijn. Ja. Wij kennen elkaar natuurlijk al heel erg lang. Alleen, vast wel gehoord van reorganisatie wat op dit moment in het bedrijf gaan. Ja. Aan de ene kant heb ik slecht nieuws voor je, ik had ook als goed nieuws ontvangen, ook als een nieuwe kans. Ik zal je moeten overplaatsen naar Heerenveen, naar de overkoepelende organisatie. Naar Heerenveen? Naar Heerenveen, ja. Wat heb ik daar te zoeken? Op dit moment hebben we geen plaats meer bij de afdeling planning voor jou. We hebben ook gezien dat je de afgelopen tijd het heel goed hebt gedaan. En wij zien daar kansen voor je en we hebben helaas hier geen plaats meer voor je. Ja, maar hoe moet ik dat in godsnaam gaan doen dan? Op dit moment, we weten dat je op dit moment hier woont. Er zijn best wel wat mogelijkheden waar we aan kunnen werken. Ik weet niet waar je zelf aan zit te denken in die situatie. Ja, ik weet niet hoe ik dit moet gaan doen. Hoe zit je? Heb je een auto? Nee, ik heb geen auto. Heb je openbaar vervoer? Ik heb twee kinderen. Ja. Ik heb twee kinderen die ik moet opvangen. En deze baan is echt eigenlijk precies afgestemd op mijn kinderen. Precies, dat ik precies, ook genoeg, ik verdien hier net genoeg om als alleenstaande moeder mijn kinderen op te voeden. En als ik naar Heerenveen moet, dan kan ik niet, dan moeten de kinderen naar de kinderopvang of wat dan ook. En daar heb ik geen geld voor. En ik moet met het openbaar vervoer, wat ook geld kost. Dus ik heb geen idee hoe we dit gaan doen. Nou, ik begrijp dat het heel erg moeilijk voor je is. Absoluut. Ik kom zelf ook uit een gezin. Ik ben door mijn moeder opgevoed. En ze heeft altijd het touwtje aan elkaar geknoopt. Ik heb er heel veel respect voor mensen zoals jij. En ik heb ook gezien dat je binnen het bedrijf echt jezelf hebt bewezen. En vandaar, er zijn heel veel ontslagen ook gevallen, vandaar dat ik ook ik heb ervoor gevochten om jou in het bedrijf te houden. En ik geloof gewoon dat jij heel veel potentie hebt en jij kan dat in Heerenveen, kan je dat gaan laten zien. En ik geloof absoluut dat we een oplossing gaan vinden. En die kinderen van jou, ik weet dat je er alles voor doet. En alleen ik geloof dat er een oplossing voor is. Met de wilskracht die jij hebt, wij zullen alles doen om jou te helpen. Tot voor zover wij kunnen. Ja, maar wij kennen elkaar zo lang al. Dat weet ik ook wel en ik geloof het ook wel. En ik waardeer het ook enorm dat ik gewoon naar Heerenveen, dat ik daarheen kan. Ik bedoel, het zal daar ook. Maar ik weet ook dat ik gewoon nu zit ik net op zo'n punt, weet je, dat ik gewoon, dat het allemaal precies goed loopt. En de kinderen die loopt nu allemaal lekker gewoon. En het was toch pas toen een hele klus om, toen hun vader wegging, om als alleenstaande moeder met de kinderen ook een veilige basis te geven. En om ook structuur te bieden. En nu wordt het toch helemaal weer omgegooid. En ik bedoel, als ik geen kinderen had gehad, dan was er niks aan de hand geweest. Ik bedoel, dan had ik het ook jammer gevonden. Maar dit gaat wat dieper. En ik vind het heel moeilijk om te bedenken van hoe ga ik met dat geld doen en ga ik allemaal rondkomen. Allereerst met het geld gaat het geen probleem worden. Jij zou sowieso hetzelfde loon behouden. Het enige punt is dat je waarschijnlijk wat zal moeten gaan reizen. Ja. En wij kunnen je er eventueel wel in tegemoet komen. Niet te lang, een bepaalde tijd. Tot en met je eventueel misschien dat het een optie is, tot en met je daar misschien een kamer hebt gevonden of een huisje hebt gevonden. Kinderen, nou zijn ze nog jong, nou zijn ze nog flexibel, maar nou kunnen ze ergens anders. Dat is geen optie. Ik bedoel, ze zitten hier op school nu en ze moeten hier gewoon blijven wonen in Groningen. Dus dat is geen optie. Dan zou het helaas heen en weer reizen worden. Maar zie het echt als een kans, Laura. Want zoals ik al zei, ik heb voor je gevochten. En jij hebt heel veel potentie, want jij wil ook dingen in je leven bereiken. En je wil vechten voor je kinderen, je wil vechten voor jezelf, voor je toekomst. Laten we het daarbij houden. Meer kan ik niet voor je doen. Als het wat is, bel me alsjeblieft. Je kan me altijd bellen. Je kan me mailen. En bij wanneer is het dan? En vanaf 1 januari volgend jaar. Dus we hebben nog een redelijke tijd om te overbruggen.
En ik geloof absoluut dat je hebt al andere dingen over. Kijk eens wat je hebt overwonnen in je leven. Ja, oké, maar dat vind ik. Maar ik moet het allemaal wel weer doen. Weet je. Ik moet het allemaal wel weer zo zien te maken dat de kinderen zich ook veilig voelen. En mama is nu wel langer weg. En ik moet toch zorgen dat de kinderen ook worden opgevangen. Ja. Dus daar moet ik nu echt gewoon goed naar kijken hoe ik dat gewoon ga doen. Ja. Zoals ik al zei, ik zal je erbij gaan helpen. Wij als bedrijf zijn, dus zullen we erbij gaan helpen voor zover wij kunnen. En bij deze kunnen we het hierbij laten. Maar bereid je voor op een nieuwe toekomst vol nieuwe mogelijkheden en kansen. Zie het zo. Ja? Hey, hartstikke fijn dat je geweest bent. Ik vind het ook heel erg lastig, dat weet je. Maar ik heb het heeft toch een laten inwerken. Ja. Ik ben er best wel van geschrokken eigenlijk. Dus hey, En als je er echt nog problemen mee hebt, ja. Dan, hè? Is goed. Bedankt, hè? Hey.